Ja, bij deze nog eens een video vanuit de garage. Dus ik ben al, kijk, ik ben al één lijn isolatie opgeschoven, verder dan de helft nu dus. Op dit moment moet ik echt, ik ben met dat rek bezig, dan moet ik... Wacht. Ja. Met dat rek ben ik bezig, dan moet ik uit elkaar halen nu, dat ik daar plaats heb. Dan moet ik hier ook ja, dat grief wegnemen. Ik ben beginnen een curverbox te steken, maar dat is ook niet echt een oplossing natuurlijk. Hè. En dan voor de rest... Ja, die platen, zo, dat is niks. Hè. Dat leg ik gewoon op de grond. Dat is waar ik nu op loop. Hè. Ah ja, en OSB-platen. Je hebt een heel groot verschil aan OSB-platen als je kwaliteit... Als je ooit OSB-platen nodig hebt voor in huis of zo, dat is er van de zelfbouwmarkt. En die is van de houthandel. Nu, bij de meeste houthandels heb je daar bepaalde normen in. En dat gaat dan over watervastheid, hoeveelheid lijm versus hoeveelheid splinters zeker, of wat noemt dat, die dingen, hout. Dat soort dingen heb je dan, ken de standaarden niet, hè. Maar bijvoorbeeld bij Hansens Hout ga je geen OSB-platen vinden, minder dan die standaard. Terwijl in de zelfbouwmarkt ga je ze misschien wel goedkoper vinden. Alhoewel, ik denk dat de prijs niet zoveel scheelt, hè. Maar dat zijn dan wel mindere standaarden, dus die kunnen minder goed tegen het vocht. Die zijn veel zwaarder, doordat er veel meer lijm en veel minder hout in zit. Het zijn ook kleinere splinters hout en zo, allee, die zijn minder stevig. Brol, dat is juist. Kijk, het staat hier ook, hè. Een brol. Dus ja, nee. Kijk, zelf die... Ja, dat hebben we gebruikt voor de bekisting, maar zelf die tand en groef, die tand is volledig kapot gelopen. Terwijl bij deze, dat heeft dienst gedaan als vloer voor de kabinet, is die groef... Of die tand beter nog helemaal in orde. Maar ja, dat is dus al die rommel buiten krijgen. Rommel. Ja, ik ben gewoon voort aan het opschuiven. En nu heb ik hier net de trap weggehaald. Isolatie onderlegd. Nu ben ik de trap aan het inkorten. 8 cm van de isolatie en nog 18 mm van die platen die ik erop leg, gaat eraf. Voilà, alsof het ervoor gemaakt is. Natuurlijk moet ik hem dan binnenkort nog verder inkorten. Dit is de laatste rij platen. Ik ga net genoeg platen hebben. Ik ben hier nu aan het zien om... ik heb dus daar dat is eigenlijk die kabel, is onze aarding. En de kabel die van de meterkast naar de elektriciteitsdeelkast gaat, die komt daar uit de grond. Ik leg die eigenlijk gewoon erop, de plaat. Ik ga er een keer op staan en dan staat er een afdruk waar die kabel loopt. Dan kan ik dat gewoon met mijn breekmes uitsnijden. Kijk, dat is echt gewoon zo. Ja, nog een snelle tip, als je dat zo schuin insnijdt, dan creëer je eigenlijk een vlijmscherpe rand. Vraag mij niet hoe dat ik het weet, maar opletten dus. Eigenlijk handschoenen aandoen. Iets dat ik mij bedacht, ik heb eigenlijk eerst zo die stukjes hout gestoken om moet er aan de andere kant op zitten duwen, dat in afstand bewaart. Maar eigenlijk kun je beter zo stukjes isolatie steken, want als je dan achteraf opspuit, kun je die gewoon afsnijden en laten zitten. Ja, zoals je kunt zien ben ik rond met het leggen van die platen. Dat zijn, allez, overal liggen er nu van die isolatieplaten. Ik heb ook waar nodig zo nog met wachtbuizen en zo gewerkt. Allee, nee. Het zijn geen wachtbuizen, want ze lopen niet helemaal door, maar gewoon om de kabels te beschermen, like daar. Heb ik alles vastgelegd, maar die wachtbuis loopt niet helemaal door onder de vloer. Hè. Nu ga ik de elektriciteit dus doen. Ik heb alles uitgerekend wat ik allemaal nodig heb. Hier op het plan alles aangeduid. En dan uitgeteld. Ik heb gisteravond een bestelling geplaatst en kijk, ik heb nu al een doos gehad. Er waren een aantal dingen niet op voorraad, die heb ik uit mijn bestelling gelaten.
Op zich, dat kost nog redelijk wat. Dus ik heb nu alles behalve de doosjes van de stopcontacten. Dus de stopcontacten zelf al. Maar de doosjes, de opbouwdozen daar nog niet van. Dat zijn zo'n dingen, dat zijn van die opbouwdozen. Maar dan met meerdere vakjes. Dus die van de schakelaars heb ik allemaal. Plus alle inwendige dingen, schakelaars en stopcontacten. En dat was al 230 iets. En de bedoeling is dus... Wacht, ik ga het openen ondertussen. Ja, ik heb nog altijd redelijk wat rommel staan. Dat ga ik ondertussen ook nog verder opruimen. Maar de bedoeling is van, dus heb die, daar liggen mijn kabels. Heb die geribbelde buis hier, dat is 18. Allee, dat is nog niet de juiste kabel, maar het is hetzelfde principe. En die gaat eigenlijk, dus die lopen op de muren. Dus van de grond, dus die ga ik daartussen steken, lopen op de muur. En dan ga ik dit PVC-buis gebruiken. Dat moet daar juist in passen als het goed is, ja. Om dat af te werken en dan heb ik klemmen om die buizen tegen de muur te bevestigen. Dus dat is hoe dat ik het ga... Mijn vliegtuig. Dus dat is hoe ik het ga afwerken. Ja, dus eigenlijk een beetje dat principe hier. Ik heb van die klemmen waarmee dat ik die buizen kan vastzetten. En die kabel loopt daarin, in die buizen. Ik heb overal alles afgetekend. Dus hier... Maar ik ga dat laten vallen, denk ik, omdat als je die deur gebruikt, kun je even goed gewoon daar je licht aan en uit doen. Hè. Maar dan hier bijvoorbeeld, hier moet er een stopcontact komen. Op die plek, daar komt er een, daarheen, daarheen, daarheen. Daar komt er een schakelaar en dan daar en daar nog stopcontacten. Dus gewoon zoveel mogelijk eigenlijk op elke muur, in elke hoek. Eigenlijk een stopcontact bijna, want like, daar komt er een werkbank, dan heb ik daar drie stopcontacten en daar drie stopcontacten aan die werkbank. Maar ik ga eerst eens nakijken wat ik al heb. Als dat meteen aan het lukt tenminste. Een hand en een knie. Ja, dus dat zijn die opbouwdoosjes. Dan met tansnes, ik moet er... dat zijn kringen die je maakt. Hè. Dus je moet... Ja, dat zijn de schakelaars. Oei. Dat is niet juist, denk ik. Volgens mij moet het zijn dat je duwt en dan lost. In plaats van een dat je aan en uit doet. Dus die ga ik moeten terugsturen, denk ik. En dat is, ja, dus ik heb de stopcontacten in horizontale dozen en de schakelaars in verticale dozen. Maar hetgeen dat ik vooral nodig had, eigenlijk als je zo een kring maakt, dan heb je twee zo'n, hier zo'n wartels, dat is een wartel, heb je er zo twee nodig. Omdat je aan de ene kant je buis hebt die binnenkomt van kabel en dan heb je nog een buis van uw kring die verder loopt, dus waar langs dat uw kabel terug naar buiten gaat. Het is enkel op het einde van uw kring dat je eentje met één gat kunt gebruiken. Daarmee ik heb de dienst voor het einde van de kring van de schakelaars en dienst voor het einde op de kring van de stopcontacten. Als ik het goed heb. Ja, ik heb twee kringen van stopcontacten. Eén die in huis ergens afgesloten wordt op het einde. En één die hier eindigt. Dat is van die hier eindigt. Kijk, en dat is dan met dat is een dubbele ingang dat ik bedoel. Ja, en dat is gewoon overal tegen de muur. Met pluggen van achter hier, met pluggen in de muur wijzen. Dat is gemakkelijk, hè. Ah, juist over rommel opruimen. Die bank hier. Dat komt uit mijn kamet. Die stond te koop, had ik de vorige keer gezegd. Nu... Hij is verkocht, maar het is een beetje vreemd gelopen. De mens die hem kocht had eigenlijk alleen maar de gordeldingen nodig. Hier zijn, zijn gordeldingen waren stuk. Dus hij had eigenlijk enkel die stukken nodig, maar hij heeft toch heel die bank gekocht. En heeft zijn bank dan hier afgezet, omdat hij die dan niet meer kon gebruiken. Dus staat er nu toch nog een bank. Maar ik heb die ondertussen ook al te koop gezet en is ook al verkocht. Dus... Op zich, die verdwijnt heel binnenkort.